Er wonen twee monniken in mijn oude jas. En die twee monniken, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem moet. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Mijn familie moeder woont er in mijn jas. Kun je het horen, plus? Min, plus! West, leuk jou te zien hier, jongen. Ja, ja. Hier ook. Ja, ja. Ik voel me machtig goed. Wat dacht je? Wie gaat er bij zitten? Dat kost niks meer. Wat is dit dan? Dat is onze leugenbankje. Een leugenbankje? Ja. Een leugenbankje, zeg maar een waarheidsbankje voor jonge senioren. Ja, maar ik ga er weer bij zitten, hoor. Goed idee. Ja. Nou, kijk, waar we gaan zitten dan? Zitten we nou wel goed? Ja. Of wil je daar volgens mij moet ik daar zitten. Oh, dat mag ook. Ja. Ja. Ik leg eventjes mijn tasje hier neer. Waar je door wie dan? Ja. Nou? Ja, nou, dat komt wel later van pas, denk ik. Oké, okay, wie ziet we. Kun je die boksen nog wat verschoen, want anders dan... Zo? Kan ik mijn teksten niet zien. Oh. Ja. Ja, kijk, ze denkt dat wij dat allemaal uit hoofd doen, ja, maar... Maar hij heeft zijn brullen kapot, is er om op gaan zitten en domme doen. Ja. Ja. Nou. Nee, maar wie zit die dondersveen? Ja. En ik heb er altijd een echt mooi markeloos woord voor. Genuigelijk. Genuigelijk? Genuigelijk. Dat spreek je niet goed uit, hè? Wat? Iemand zegt genuigelijk. Genuigelijk? Ja. Ja. Als je niet plat kunt praten, dan word je nooit geen plus. Ja, wrijf het mij maar nog eens in, plus. Ja, ja. Het is al zo'n probleem. Ja. En dan gooi je er nog een korrel zout overheen ook. Nou, ja. Maar nu maar aan, ik ben ook bij de deuren. Bij de deuren. Ik ben me er toch een portie drok. Ja? Ongelooflijk. Nou. Mijn vrouw, die maakt lissies. Lissie? Lissies. En ik toch druk met die klusjes bovenaan het lissies eraf kringen. Ja. En onderaan gaat het twee keer zo hard weer erbij. Ho. Ja. Nou, en toe? Ja, jij kunt ook niet lezen, zie ik wel. Ja. Zo. Ja, en toe? En de lucht, de zak er ook nog voor. Ja. Ja. Maar hoe ging dat dan met die klusjes? Ja. Donders goed. En die weet, zeg maar, naarmate je ouder wordt, wordt alles slechter. Behalve het vergeten. Ja, maar... Dus soms vergeet ik gewoon wat er op Lizzie staat. Nou, maar bij mijn jongens is niet anders dus, hè? Nee? Nee, mijn vrouw is net een ziekenwagen. Oh! Doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Ja. Ja, ja. En heb jij eerste hulp nodig, zeker? Nee. Maar nu nog wat anders. Ja. Ervaring met Markeloos Feest, heb je dat? Markeloos Feest. Nou ja, laat ik zo zeggen... Ik vond het in aanvang machtig irritant. Ja? Machtig irritant, ja. Ik zal je zeggen, het was de laatste zondag van 2003. Nou. Ik met mijn vrouw op huizenjacht. Nou. We hadden allemaal adresjes rondom Markelo. En overal waar wij kwamen, rood-witte schrikhekken. Oh. Wij kwamen er niet door. Ah. Ik denk, wat is dit voor een dorp? Ik zeg aan mevrouw... Als wij hier ooit nog komen te wonen en jij wordt penningmeester van Dorpsfeest... Ja? Dan doe ik een greep uit de kas. Nou, is dat lukt? Daar liggen. Ik heb er een paar jaar goed van kunnen drinken. Oh. Maar nu heb ik er eigenlijk wel een beetje spijt van. Oh, nou. Ja. Het geweten, zeg maar... Ja, ook bij je min... Ja. Kan het geweten knagen. Ja, maar goed. Ik heb wel goede ervaring met Markelsfeest. Jij? Ja, Johan ben ik je wist. Ik heb bomen op de tafels gestaan, de polonaise lopen. Hier? Ja. Op bedrijvenuurtje. Ja. Dat wou altijd. Kijk. En een beetje bier drinken natuurlijk, maar het is dit jaar wel aangegaan. Dit jaar stond ik door aans in de hoek of zo. Ja. Ja. Maar het is niet aans. Maar wat wil hij met die munten dan?
Ja, nou ja, wat ik zei, ik heb er al een beetje spijt van. En ik dacht, ja, ik moet er eigenlijk maar op een nette manier van afkomen. Ja. Heb jij misschien een idee? Ik weet wel, op buiten bij de kassa staat zo'n tonne. Een tonne? En dan kun je alle munten die over hebben halen in de doel voor het goede doel. Oh, dat heeft met die breekmunten te maken? Nee, alle olle munten. De olle munten? Die kun je gewoon in die bak doen. En dat is dan voor het goede doel in Markelo. Voor de vereniging of zo. Plus, jij bent weer geweldig positief bezig. Jazeker. Ik ga die zak daarin gooien. Ja. Ja. Maar, heel mooi. Dat zal ik dan wel in de gaten houden hoe je dat doet straks. Ja. En ten tweede. Ja. Fremdgaan. Is dat van deze tijd? Fremdgaan? Ja. Ja, dat is voor mij toch wel een vreemd begrip. Ja? Ja. Toen ik bij de burgerlijke stand stond met mijn vrouw. Ja. De belofte tot de dood ons scheidt. Zo. En daar hol ik me aan. Zo? Ja. Ja. Tegenwoordig gaan ze maar zo uit elkaar. Ja, zeggen. En verder het weet, het schoop aan het rieten. Mooie bezig, schoop me. Ja, ben je mooi bezig. Ja. Ja, maar voel je je ook nog schuldig dan? Wat? Oh, je schuldig voelt nog. U schuldig? Ja. Nou, weinig. Nou, het weinig. Ja. Maar goed. Ja, goed, dat is opgelost, dat probleem, hè. Ja, maar weet waar het is? Vroeger kon je bij de pastoor biechten, hè. Ja. En hij daar in de biechten ging. Biechten, waar is dat? Nou, dan kom je bij de pastoor en dan zeg je al uw zonden. En hij daar voortgaat, is alles vergeven. Oké. Dat is mooi handig. Maar zou ik een voorbeeld van geven? Ja. De pastoor bij ons. Wil vroeger, want ik was katholiek van hun zoet, wil op vakantie. En toen zeg ik tegen de koster van, je moet me de biecht afnemen op woensdag om, ik er niet binnen. Kiek. En toen zegt de koster van, ja, maar dat kan ik niet. Oh, zegt de pastoor, dat is niet zo moeilijk. Je laat iemand in het hekske komen en dan zegt hij van, wat ben je zonde? Kiek. En als hij dan zegt van, ik ben vreemd te gaan, dan kijk je in het boek van Aardarmen, zet je de V van vreemd gaan. En dan zeg je van, 3 wisse groetjes en 1 onze vader. Kijk. En alle zonden zijn vergeven. Prachtig. Nou, en dan zegt de koster, dat kan ik dan ook wel. Dus de pastoor op vakantie. En woensdag gewoon begint de koster in hukske zitten. En het eerste vrouwtje komt binnen. En een vrouwtje? Ja, en die zegt van, hij nou wat op te biechen? Ja, zeg ik ben vreemd te gaan met een melkboer. Oh, zegt de koster, ik kijk hem. 3 wisse groetjes zeggen en onze vader en al uw zonden zijn vergeven. Kijk, zo makkelijk is dat, pastoor. Ja. Maar toen kwam Twitten. En daar ging er zitten en toen vroeg van, mevrouwtje, heeft u nog wat op te biechen? Ja. Ja, zeggen, ik heb de buurman gepijpt. Pardon? Ja. Ja. Nou, en ik kreeg bij de P van pijpen. Ja. Maar er steekt niks. Oh jee. En toen dacht ik, jee, wat moet ik nu nog, hè? Dus hij het gedielers van het hukske, kijk zo de kerk in. Toen loopt een misdienaar en die zeggen, hé jong, kom eens hier. Wat dan zeggen? Hij zegt, wat geeft de pastoor voor pijpen? Oh, zeggen, mist al de rib chocola. Ja. Ja, nou ja, hoe is het met jouw energieniveau, Plus? Zit jij een beetje... Ja, ik ben wel horig op drift. Want ik heb wel een... Oh, een reep chocola. Een reep chocola, kun jij daar wat mee? Ik pak hem wel aan, want ik ben dan wel een wens. Ja. Ja. Maar en, weet je wat wij doen, Plus? Wij gaan even draaien van plek. Oh. Want nou komt er wel tekst die ik helemaal niet meer kan zien. Oh. Heb jij daar... Nou, zit hij vast aan de banken? Ja. Hij zit vast aan de banken. Suzanne. Nee, het gaat. Met een draad. Nou... Ja, veel beter. Ja. Ja, jij hebt het over omvolking. Over vreemdgaan. Ja. Maar omvolking, dat is ook zo'n begrip. Ja. Omvolking. Je hoort er heel veel over. Maar heb jij een... Is dat iets van alle tijden of is dat echt Markeloos? Ja. Nou, nee. Dat is van alle tijden. Maar in Markelo komt er ook voor. Dat meen je niet? Ja. Ze bent dan met een nieuwbouwgans wie koud is weer, hè? Ja. En nu hebben ze er ook weer vleermoezen gevonden, dus het duurt allemaal weer veel langer. Dat gedonder al die met die domme beesten. Maar ze vonden door bomen voor de jeugd van Markelo. En voor de ouden. Ja. Maar nu heeft een projectontwikkelaar weer een afspraak gemaakt met een of andere woningstichting. En voordat hij het weet, hij er weer gewassen en wisseling. Kiek. En dat was daar volgens mij niet de bedoeling. Nee. Nee.
Ja, nou, dat zeg je nou, hè. Maar omvolking, daar ben ik als het ware mee opgegroeid. Ja? Ja. Kijk, ik ben nou zo'n man uit het Westen. Je zou dat misschien niet zeggen, maar mijn wieg heeft daar aan de andere kant van de IJssel staan. Ja. En ik was nog maar een klein jungske. Ja. Toen komt daar zo'n kerel bij mijn vamoe. En die zegt, die jolste van u, die gaat later naar Twente. Oh. Ik denk, Twente? Nooit van gehoord. En dus ik denk, ga mij daar toch eens een beetje in verdiepen wat Twente is en waar het ligt en zo. Kump een paar jaar later weer. Zeggen, heb je je koffers al gepakt? Ik zeg, nou, ik wil het goed met je maken. Ik ga naar Twente, maar alleen naar Stockholm. Stockholm? Stockholm. Woon je in Stockholm? Ken je dat? Ja, ik weet nog wat Stockholm is. Machtig mooi. Ja. Ja. En zo is het gegaan. Ik woon nu tussen allemaal autochtone Stockholmers. Ja. Met een bult Westerlingen. En ook leu uit Goor. En ik zou zeggen, Stockholm is er niet slechter op geworden, plus. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat geloof jij niet, maar het is wel zo. Nou ja, ja. Het zal wel zo zijn. Ja. Goed, en het zit beter zo, hè? Ja. Ja. Nou. Ja. Schop en driet. Schop en driet. Ja. Schop en driet. Jij had het erover dat schop en driet, hè? Ja. Ja, dat plat van jou, dat is mij soms misschien wat te makkelijk. Maar begrijp ik goed dat jij een schaap wil aanschaffen? Nee, ik wil geen schaap. Ik heb niks aan schaap. Nee, die stinkt alleen maar in bled. Nee. Nou ja, dan zal ik jou vertellen, plus. Hè. Jij woont op de S. Ja. En eigenlijk verwacht ik een beetje van mensen op de S enige affiniteit met schapen. Oh, ja. Waarom dat? Eigenlijk is het zo, hè, dat de S is gevormd door jarenlange ophoging met schapenkuttels. Ja? Ja. Oh. Dus eigenlijk woon jij gewoon op een enorme schapenkuttel. Je bedoelt een bult stront? Een bult stront. Ja. Ah, ah joh. Ja. Ja. En dat had je niet gedacht, hè? Nee. Dus eigenlijk kon jij best wel een paar schapen gebruiken. Nee, ik ben er gebleren, dus niet. Nee? Want af en toe hoor ik af genoeg geluiden en dat wil ik er niet bij hem. Kijk, 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 kijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar wij kuien het mooi zo wat heen en weer, hè? Ja. En wat mij nou wel bezighoudt, kijk, wij als jongvolwassenen, wij worden ooit, hopen wij, oudvolwassen. Ja. En in die tijden van kunstmatige intelligentie en robots. AI? AI, ja. Artificial intelligence. Zo. Denk jij nou dat wij straks, zeg maar, een robot aan het bed hebben staan? Nee? Ja, dat denk ik niet, maar ik denk dat ik het niet zo drukker moet maken. Want de boeren in Mark lopen volle drukker met andere dingen. Ja? Ja, stikstof, Brussel, staken in Den Haag, mest. Ze hebben wel andere dingen aan hun. Ja. Nou ja, dat zeg jij nou. Maar mijn buurman, ja, is boer. No. En die is met zijn trekker naar Den Haag geweest. No. En na Deventer was hij de weg al kwijt. Zo? Ja. Hij had geen tom-tom op de trekker. Niet? Nee. No. Hoe hij thuis gekomen is, ik weet het niet, maar... Ja, nou goed. Maar die boeren hoeft ik morgen zich niet zo druk te maken, maar je hebt hele intelligente beesten. Kijk. Ja, maar laatst loop ik hier in Marklo, er stonden nog drie boeren bij elkaar. Drie? Drie boeren, ja. En ik kom er door bilopen. En toen zegt dan één boer tegen een ander, hij zegt, ik heb hier toch een best peert. Ik zeg, ja, wat dan? Ja, zeggen, ik zet hem op land, smons, en ik span hem de ploeg in. En als ik soms weer kom, is het hele land aan mijn boot. Ja? Inclusief kopakkers. Ja. Dit is weer toch een best peert. Ja, daar hebben we dan. Nou. Ja. En toen zegt een ander boer, hij zegt, en ik heb een beste ko. Ko? Ja, zeggen, ik zet hem op stal. De lage flessen zet ik erbij. En als ik soms weer kom, vanillevla, yoghurt, kannemelk, alles klaar. Hier, hier. Dit is een beste ko, nee. Ja, super. Ja, intelligente ko. En toen zegt een ander boer, en ik heb een best varken, zeggen. En dat doet me de hele huishouding. Ja, 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 ja. Ja. Ja, jij kunt vanavond thuiskomen, plus. Ja, ja, maar ik durf het niet te vertellen, dus. Oh. Ja, ja, ja. 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 Wie zit hier nou wel zo mooi op het bankje? En de lui die zit er ook mooi. Maar wie kunt wat negatief doen met elkaar? En ik doe positief misschien, hè? Maar hoe los je dat op dan? Ja. Nou ja, weet je... Eigenlijk zit er mij nog wel één ding een beetje dwars, plus. Nou...
Kijk, het plus en min, ja, dat klinkt een beetje als goed en slecht, ja. En meer en minder. Ja. En eigenlijk vind ik, ja, de plus kan niet zonder een min. Nee. Kijk, wat zou jou nou zijn zonder mij? Nee, samen moet je er toch wat van maken. Samen moet je er wat van maken. Ja, en Margels feest is wel een samen, iets om saamhorigheid te creëren. Kijk. Dus loop er maar één op drinken, dacht ik. Dat lijkt mij een hele goede gedachte. Hé, hey, Suzanne. Op. Ja. Mensen. Ja. Plus en min. Proost met elkaar. Dank u. Ja, bedankt. Dames en heren, mag ik een gigantisch applaus voor Henry Blankhorst en Peter van den Akker.